Gaat het weer of? Nee, ik kan echt niet meer. We houden nog even vol. Daarachter is een spoorweg. Dan rusten we daar uit. Hoe ver zou Gorkel eigenlijk nog zijn? Ik zou het niet weten. Achter deze heuvel. En zou er ook een trein naar Gorkel rijden? Ik zou het niet weten. Ik heb wel een trucje om te weten of er een trein aankomt. Kijk, het gaat zo. Je legt je oor op de rail en als je trillingen hoort, komt er een trein aan. Mag ik eens proberen? Ja. Ik hoor niks. Laat mij eens. Ja, je hebt gelijk. Er komt inderdaad een trein aan. Wat is er? Daarachter reed een man en ik weer op ons. Wat doen jullie hier? We zijn op weg naar Gorkel. Naar om Andrew. Oh, oké. Doe je handen maar omlaag. Waar komen jullie vandaan? Een klein dorpje, Karpovka. Weet jullie hoe ver Gorkel eigenlijk nog is? Nee, dat weten we niet. Wacht, ik heb een kaart. Oh. En daarom ben ik gedeserteerd uit het Duitse leger en ben ik nu op weg naar Duitsland. Dus mijn naam is George, mijn naam is Nikolai en dit is mijn broertje Vero. Waarom gaan jullie eigenlijk naar Gorkel? Onze vader is opgehangen door Duitsers. Hij is nu in de hemel. En daarom vluchten wij nu naar Gorkel. Sorry van jullie vader. Het is best wel een aardig Duitser, hè? Ja, zullen we mee van je naar Gorkel? Ja, goed idee. George! Wil je maar eens mee naar Gorkel? Nee, sorry. Ik wil terug naar mijn vrouw en kinderen. Oh, jammer. Wat is er? Het is net of we niet alleen zijn. Hoor je iets? Ja. Ik hoor niets. Ik hoor niets. Misschien komt het door de oren. Maar achter elke boom kan iemand zich vervagen. Sommigen worden er zelfs gek van. Wacht eens. Misschien kunnen we hier een stukje afsnijden. Want de rails kronkelen als een wormpje en een haakje. Oh ja, we kunnen daar een stukje afsnijden. Leg ook al achter die heuvel. Hoe is de kaart van George wel? Wat doen jullie hier? Wij zijn op weg nog om Andrew en Gorkel. En jij? En hoe kom jij dat geweer? Ik ben George Semmler uit de 41e Infanteriedivisie. Ik ben gedeserteerd. We nemen geen krijgsgevangenen. Nee, we hebben ons geholpen. Jij spreekt Russisch, waar heb je dat geleerd? In Berlijn. Wil! Nee! We nemen jullie drie mee. Maar we moeten naar Gorkel. Naar om Andrew. Gorkel bestaat niet meer. Oké, zo zou je heel goed zijn geweest. Als ik een kram in mijn hand kreeg. Oké, zet jullie nog een keertje. Godverdomme! Gaat het er natuurlijk uit. Oh! Ja, je hebt gelijk. Er komt inderdaad een trein aan. Oké, zo is het. Ja, ik dacht al. Staf? Wat is er? Nicolai? Ja? Erachter reed een man met een weer op ons. Ja. Ja, ik weet niet hoe. Oké, die staat er erop. Wil je maar eens mee naar Gorkel? Nee, sorry. Ik wil terug naar mijn vrouw en kinderen. Oh, jammer.
professor. Het is nadat we niet alleen zijn. Moet je iets? Ja. Twee. Hoe moet dat zijn? Bezoeken! Hallo! We nemen geen kruisje van. Nee, hij heeft ons geholpen. Vio! Wat doen jullie? Wij zijn op weg naar Oom Andrew en Gorko. En jij? En hoe kom jij dat geweer? George Sandler, 41e infanteriedivisie. We nemen geen kruisje gevangen. Nee, hij heeft ons geholpen. Jij spreekt Russisch. Wat stom, jong. George Semmler, 41. We nemen geen kruisje gevangen. Nee, hij heeft ons geholpen. Ah! Nee, maar we moeten naar Gorko. Gorko bestaat niet meer. Daarom uit de ruw.